Karen, hoe is het om hier terug te staan? Ja, best spannend. Ik heb echt wel de gevoelens van over 2 jaar terug. Ik ben ook wel heel erg trots eigenlijk. Ik heb de kandidaten een beetje mogen leren kennen de laatste dagen. Ik moet zeggen, het zijn stuk voor stuk prachtige dames, echte boerinnen in hart en nieren. Dus ik ben trots dat ik mijn lintje mag doorgeven aan een van hen. Ik vind het natuurlijk ook een beetje spijtig. Hè. Het is afscheid nemen, het is een beetje afronden en aan iets anders beginnen. Maar ik heb het heel graag gedaan en ik had deze morgen mijn dochtertje, die vond het niet zo spijtig. Eén, natuurlijk omdat ze haar mama waarschijnlijk iets meer zal zien. Maar twee ook, ze zei van mama, dat lintje, moet je dat erachter laten of komt dat mee naar huis? Dat is 4 jaar. Ik zei, dat komt mee naar huis, Celeste. Oh ja, dan kan ik eindelijk eens de schoonste boerin spelen. Dus. Fantastisch. Lintje is in goede handen. Nu, hoe kijk je terug op 2 jaar ambassadrice zijn van de sector? Ja, het was een hele levenservaring. Het is iets heel nieuw, iets wat je niet kent. Ik heb heel veel geleerd. Ik heb veel mensen leren kennen. Ik heb een netwerk uitgebouwd. Ik heb heel veel leren kennen over andere sectoren, dus het verbreedt uw blik op de land- en tuinbouwsector. Het heeft me ook heel veel dingen geleerd over mezelf. Dingen waar ik goed in ben, dingen waar ik minder goed in ben, dat ik dat weet. En waar ik ook mee aan de slag kan voor de toekomst, ja. Als je voor de dames die klaarstaan nog 1 tip geeft, welke is dat dan? Zo zeggen dames, amuseer jullie, maak er een leuke avond van. En laat het op u afkomen en dan gaat hier een knallend feestje worden, ja. Je ziet er weer fantastisch uit, mag ik zeggen. Maar ik zie dat jij niet alleen gekomen bent. Nee, ik ben niet alleen gekomen. Ik dacht van, mijn man en ik, dit projectje zit erop. We gaan samenwerken aan een nieuw projectje. En dus onze derde spruit is op komst voor deze. Proficiat! Nu, Karen, hebben we u leren kennen als een dame die van uitdagingen houdt. Ik ben al jaren gewoon van dat hier alleen te presenteren, maar jij zei, ik wil dat wel een keer doen, dat samen presenteren. Zie je het volledig zitten? Ik zie het volledig zitten. Ik heb er ongelooflijk veel zin in om dat samen met jou te doen, Filip. En wij gaan de dames hier gewoon op een mooie manier te toon brengen, ja. Voilà, dan gaan wij dat samen doen en gaan wij vanaf nu de spots richten op de 9 finalistes. En Karen en ik...